Meneer Timmermans, als u nog even blijft, er is een vraag van mevrouw Van Vranhoven. Voorzitter, ik hoor niet een heel welwillende toon van de heer Timmermans. Ik hoor vooral de woorden, of de stukken waar hij het niet mee eens is, stukken die hij mist. Maar één ding heb ik echt gemist in uw betoog, en dat is het hele woningbouwverhaal. Is dat nou dat ik u moet horen dat u eigenlijk stilzwijgend akkoord gaat met het stuk wat wij erover hebben gehoord gisteren ook in de troonrede? Toch, per slot van rekening, is dat een heel belangrijk onderdeel van het bestaanszekerheidsverhaal. We missen 400.000 woningen en er gaat 5 miljard gaat er naartoe de komende jaren. Kan u daar misschien een complimentje aan geven? Kunnen we daar uw welwillende houding van vinden? Ja, maar ik dacht dat ik had gezegd dat als je echt plek wil hebben om woningen te bouwen in dit land, dan zul je ook keuzes moeten maken wat betreft waar je de grond voor gebruikt. En als het aan ons ligt, de grond die vrijkomt, als toch in de intensieve veehouderij een teruggang zal zijn, want de veestapel zal omlaag moeten, dat is onmisbaar. Als je dat toch doet, ja, dan probeer een deel van dat land te gebruiken voor natuur en een deel voor wonen. En als dat te duur is omdat speculanten zich meteen op dat land storten, ga dan meteen een grondbank maken, zodat je als overheid kunt ingrijpen in die markt die vaak nu gedomineerd wordt door speculanten. Dus dat zijn ook een concreet voorstel. En tot slot, want ik hoorde die discussie toevallig op de radio met de minister gisteren over wel bouwen, maar er zijn geen bouwvakkers. Maak het vak van bouwvakken ook aantrekkelijker door tegen de bouwvakkers te zeggen, je kan op een normale tijd op pensioen. En niet dat je zo lang hoeft door te werken dat je niet meer eens met de stijger opkomt. Dat zijn concrete maatregelen om de woningbouw verder te helpen. Zonder dit soort maatregelen zullen we de 100.000 woningen per jaar vrees ik nooit halen. Wat ik bedoel te zeggen, voorzitter, aan de heer Timmermans, is dat dit bij uitzicht ook een onderdeel is waar we elkaar zouden kunnen vinden. En het zou u sieren, meneer Timmermans, als u zou zeggen van nou, op dit punt pakt de regering het een en ander goed op. 5 miljard, dat is heel veel, we kunnen heel veel van doen. Er staan ook hele concrete oplossingen in het regeerakkoord. Dat mag u ook wel eens zeggen. Sterker nog, ik probeer u te helpen met de voorstellen die ik doe, die volgens mij het nog beter kunnen maken. Eén ding nog, een complimentje zou ook heel goed doen. Nou, ik dacht dat ik de minister al een complimentje had gegeven, maar als ik daar niet duidelijk genoeg in was. Minister, complimenten voor de wijze waarop u het aanpakt. En ik heb gezien, nu u toch complimenten aan het uitdelen bent, dat de minister heel snel een hele bestuurlijke houding heeft aangenomen en dat siert haar. Zo goed? Mevrouw van der Plas. Dank u wel. Ik vind dat de heer Timmermans een hele mooie stropdas heeft. Dus ik doe even mee. Heer Timmermans, u had het over de intensieve veehouderij. Intensieve veehouderij, oftewel hoogproductieve veehouderij, dat betekent zo hoog mogelijke productie of oogst op zo weinig mogelijk grond. Dus als u zegt, steeds een pijler richten op de intensieve veehouderij, omdat dan grond beschikbaar komt. Het is juist de extensieve veehouderij. Hè? Daar kunnen we het wel mee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar dat betekent juist meer landgebruik. Ja. Biologische landbouw betekent per definitie meer landgebruik. Ja. En daarbij wil ik ook nog opmerken, want we hebben het steeds over landbouwgrond, alsof dat alleen in gebruik zou zijn door boeren. Maar als je door Noord-Holland gaat, of door welke provincie dan ook, en je fietst inderdaad op je fietsje lekker er doorheen, of je wandelt daar. Het is ook recreatiegebied. Zeker. Mensen genieten daar van de natuur. Het is dus, en ook daar willen we ruimte voor. Dus ik heb niet zozeer een vraag, maar ik wil dit even gewoon opgemerkt hebben. Ja. Dat dus ook belangrijk is om die groene ruimte te houden om te kunnen recreëren. Dank u wel. Voorzitter, daar ben ik het ook absoluut niet mee oneens. Integendeel, dat vind ik een heel goed plan. Alleen als je de intensieve veehouderij verkleint, heb je ook veel minder voer nodig voor die beesten. En dat maakt ook weer ruimte vrij. Dus zo kun je er ook tegenaan kijken. Dank u wel. Ik ga schorsen voor de lunch. Tot 1 uur.